Hallo allemaal, mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag ga ik het hebben over een gekende huidaandoening, couperose en rosacea. Couperose, dat zijn eigenlijk van die ontsierende bloedvaatjes in het gelaat. En velen ervaren dit als erg storend. Hoewel couperose geen echte ziekte is, voelen mensen met couperose zich toch wel vaak onzeker of onaantrekkelijk door die heel aanwezige rode kleur in het gelaat. Couperose, dat betekent eigenlijk wel iets meer dan gewoon banale adertjes in het gelaat waardoor je je onzeker kan voelen. Nee, het is echt wel deel van een grotere aandoening die we rosacea noemen. Couperose is eigenlijk een verzwakking van de bloedvaatjes, daarmee dat je die echt kan zien op de huid. En rosacea komt voor als er nog eens een extra ontsteking opkomt. De oorzaak van al deze ellende komt voor in een overdreven gevoeligheid van alle kleine bloedvaten in het gelaat. Daardoor hebben mensen met couperose vaak last van een hevige blos die wel uit het niets lijkt te verschijnen bij heel kleine dingen zoals warmte of kou, als ze moeten spreken bij de minste prikkeling van buitenaf. Ook zien we dat die mensen vaak bijna op alles allergisch reageren, dat bij alles die huid heel erg rood gaat worden, waardoor de aandoening alleen nog maar versterkt wordt, want door altijd maar dat heel erg rood zien, gaat die bloedvatenwand nog meer verslappen, waardoor we dus ook echt die rosacea gaan zien. Anderzijds kan die verstoring van de bloedsomloop ook kleine ontstekingen geven die lijken op acne, maar het niet echt zijn, en die gaan heel kleine bobbeltjes op het gelaat vormen. Gelukkig kunnen we couperose behandelen. Oef! Dit doen we door allerlei verschillende behandelingen, door bijvoorbeeld fruitsurpielingen, maar ook lasertherapie en LED-therapie kunnen heel erg goed zijn om die couperose te doen verdwijnen. Omdat de huid ook vaak overgevoelig reageert, gaan we proberen om met de juiste thuisverzorging ook die gevoeligheid onder controle te houden. De kleine bobbeltjes waar ik zo net over sprak, ten gevolge van het slechte bloedsomloop, kunnen we gaan behandelen met antibiotica. Helaas kunnen we couperose niet voorkomen. Het heeft te maken met een erfelijke aanleg. Wat we wel kunnen doen, is uitlokkende factoren gaan voorkomen. Dus ga bijvoorbeeld niet elke dag uitgebreid in de sauna. Probeer ook niet je gelaat elke dag heel hevig te gaan scrubben, want daar komen dus vaak die uitlokkende reacties vandaan. We kunnen het ook nog wel gaan behandelen door bijvoorbeeld bindweefselmassage. Is heel erg aan het opkomen voor in het gelaat. En door dat te doen, gaan we de collageenvezeltjes rond de bloedvaten versterken, waardoor die bloedvatenwanden ook sterker worden en die couperose en rosacea veel minder gaat voorkomen. Dus als je last moest hebben van couperose of rosacea, we kunnen dit zeker en vast behandelen. Stuur me gerust een berichtje voor meer informatie over hoe je dat kan doen. Ik help je zeer graag verder. Volgende week sluiten we deze serie rondom de huidaandoeningen af met psoriasis. Tot dan!